Hey mensen! Een tijdje terug kwam de video 10 voordelen van een zusje online. Het is nu tijd voor 10 nadelen van een zusje. Nina, kun je alsjeblieft ietsjes minder irritant doen? Wat? Ik ben gewoon even aan het appen. Even? Je zit hier echt al de hele dag. Dat is echt niet waar. Ik ben 10 uur geleden nog een kopje thee wezen halen in de keuken. Oh, wacht. Nee. Dylan, help! Help! Wat is Dylan, het? Dylan, oh, help! Wow, wow, wow! Oh, je hebt veel te veel getypt! Wacht, een brandblusser. Waar is een brandblusser? Help! Brandblusser, brandblusser, brandblusser! Waar is die? Brandblusser! Blus je telefoon. Wat? Je riep toch om hulp? Ja, want mijn batterij is bijna leeg. Je batterij... Dat klinkt wel lang. Zullen we even de andere deur pakken? Nee hoor. Hé, ga eens weg. Wat zeg jij? Ga eens aan de kant, je staat midden op de stoep. Ja, en? Nou, dan kunnen we er niet langs. En dan loop je toch even lekker om, of niet? Gast, ga gewoon opzij. Of anders wat? Dan heb je een probleem. Dan heb ik een probleem. Ja, met mijn grote broer. Oh, is dat zo? Met mij? Pak hem, Dylan. Hij is heel goed. Jij... Ik moet plassen. Nou, dan gaat je beschermengel. Jij bent. Rick, jij bent. Nina. Rick! Zal ik anders maar voor je zetten? Ja. Oké. Okay. Ja, doe dit en dan zet ik die gewoon weg en dan plaats ik die. Zo. Ah, jammer man, je hebt verloren. Ja. Hey Rick. Vind je het goed als ik even 100 euro van je leen? Ja. Duizend euro. Rick, vind je het ook goed als ik deze 1000 euro gewoon van je krijg? Ja. Hey, bedankt hè. Graag gedaan. Wat jij in je hart hebt, dat heb ik meteen. Oh, lekker een koekje. Hé, hey, dat is mijn koekje. Hoezo is dat jouw koekje? Ik zag hem als eerste. Niet doen, dat is mijn koekje. Als je nu dat koekje niet geeft, geef ik je een klap met een kussen. Met een kussen? Ja. Denk je nou serieus dat het pijn... Aanbellen, zei je toch? Dylan, wat is er aan de hand? Stil! Hoezo? Gaan we ijshockey spelen of wat? Nee, dit is uit voorzorg. Kom, ik heb ook wat voor jou. Stil, hè. Stil, hè. Stil. Oké, daar zit ze. Daar zit ze. Shit! Wat doen jullie? Niks. Wij... Nee hoor. Nee. Wij doen niks. Hoe laat is het? 11:51. 11:51? Oh, gelukkig. Het is geen ochtend meer. Hoezo? Oh nee, zomaar. Zomaar. Oké. Dylan, zou je de jam willen pakken? De jam... Ja, sorry, ik kan er niet bij. Ja. Ik ook niet. Dan ben je echt de allerliefste broer ooit.
Oké, nou, van deze keer. Kijk. Oh, en zou je ook de melk kunnen pakken? Waarom doe je dat zelf niet? Jij zit dichter bij de keuken. Ja, en? Oh, please, dan ben je echt de allerliefste broer ooit. Nou, vooruit. Oh, en als je dan toch naar de keuken loopt, kan je dan ook gelijk mijn fietsenband plakken? Je fietsband plakken? Wat heeft dat met de keuken te maken? Dan ben je echt de allerliefste broer ooit. Nou, dat is ook weer gepiept, want ik ben wel weer helemaal smerig. Dylan, nu je toch bezig bent met mijn fiets, kan je dan me gelijk naar school brengen? Allerliefste broer. Nu we toch aan het fietsen zijn, kan je nog even langs mijn vriendinnen? Liefste broer. Hey. Wat doe je? Oh, ik wil die muur roze verven, want wit is een beetje saai. Roze? Ja, de mooiste kleur ooit gemaakt. Ja, het zal wel. Hey, heb je trouwens nog die rugzak die ik je uitgeleend heb? Ja, kijk eens. Nee, dat is niet mijn rugzak. Mijn rugzak was blauw. Maar blauw is ook zo saai. Ik heb even roze geverfd en leek gepimpt. Dat meen je niet. Ik leen jou ook nog eens wat. Nou, daarover gesproken, ik heb je ook nog een paar boeken uitgeleend. Die wil ik ook terug. Kijk eens. Die zijn ook roze. Wat is er mis met jou? Oh ja, en deze heb ik ook nog. Mijn tosti-ijzer. Hoe durf je? Mag ik de pindakaas van je? Ja hoor. Stop alsjeblieft. Met wat? Met wat? Met dit. Jij bent echt raar. Ik... De pindakaas. Zo weer. Sorry hoor. Even lipje kan doen. Nice, ja, het ziet er goed uit, man. Goed bezig weer. Ze weet het altijd beter. Dat slaat echt nergens op. Hoezo dat? Het is zij weet het altijd beter. En ik zou er een uitroepteken achter zetten. Dat ziet er echt lekker uit. Stop alsjeblieft. Met wat? Met wat? Met dit. Lekker bij de huid. Ik ben even lachen, joh, kinderen. Welke van de vijf?